Het is een absoluut unicum vandaag in de ratio, want we bespreken Baku. En dat is de eerste hoofdstad waar Guido van der Garde nog nooit is geweest. Dit is DRS de ratio. Ja, dat klopt ja. Dat is ook geweest. Nee, want um, afgelopen weekend lekker Amsterdam. Uh, als we dan toch over hoofdsteden hebben. Nee, ik zat in Madrid. Oh, no, tuurlijk. Ja, ja, ik was met die jongens. Het wordt even... een soort bingo. We <laughs> moeten gewoon een bingo van maken. Waar was Guido? Ja, maar we hoeven het ook niet elke weekend te hebben. Nee, maar ik was. Wat uh... <laughs> moet jij zeggen? Ja, ik was een weekendje weg met, uh, met de jongens. Wij uh, organiseren eigenlijk bijna elk jaar dat we een weekend uh, met z'n achter gaan. En vorig jaar was er niks georganiseerd. En dit jaar hadden ze allemaal wel plannen, maar het kwam allemaal niet van tafel. En toen zag ik dat uh, een festival was in Madrid van Keine Music. Daar wilde ik wel heel graag naartoe. Dus ik heb iedereen. Drie maanden geleden, zullen we gaan? Ze zei iedereen, ja, let's go. Nou, iedereen kon ook die datum. En uh, ja ik heb enorm gemaakt. het was een geweldig festival ja, dat heb jij natuurlijk nooit gedaan in je Formule 1 ja nee en nee, nee, natuurlijk dus. wel mooie afterparts meegemaakt maar altijd Lowlands en de Pinkpop en weet ik nee, veel wat dat oh, kan nee, je allemaal niet nee. nee nou dat is wel moeilijker je maar jij zegt hè? altijd ik moet mee naar Lowlands ja kun je de strokers zien <laughs> maar dan slaap je ook in zo'n tentje toch of niet nou ik moet zeggen ik doe dan wel glamping. Ja, dus dat is net even wat meer, uh, ja. wat minder. Uh, Wist nou je ja, dan ook allemaal samen dan? Allemaal, gewoon één grote groep, 400 man. Ja, okay. lekker. <laughs> nou goed, ik heb trouwens net gesport, want jij wilde eerder opnemen. Ja. Je ziet er nog netjes uit. Ja. Nou, ik maar heb je heb... hard gesport. Nou, ik heb voor het eerst dat uh, reformer pilates. Ken je dat? <laughs> nee, serieus. De pilates. Een en Bar heeft me <laughs> meegevraagd. Gozer. en ik, die zei, ja moet je een keer doen ik kom eraan, negen van die ultra fitte meisjes op zo'n apparaat nou ken je dat beeld zeg maar van zo'n olifant die vroeger op zo'n emmer moest staan bij het circus mm. nou zo voelde ik me, dus um... maar ja, <laughs> maar ja <laughs> ik kan niet geloven dat jij Pilates doet, maar, maar was... heb jij wel een leuk weekend gehad dan? ik heb voorbereid op Pilates, nee, ik heb wel een goed weekend oh. gehad maar, maar kijk, ik ben gestopt met roken en ik had mijn uh, Achilles space gescheurd ja. dus er kwam 15 kilo aan joh, dus ik dacht nou, ik moet weer beginnen ik moet met maar... Pilates beginnen. Ja, dus ik ben begonnen met roken. Maar moet je ook dan benen wijden? Ja. benen omhoog? dat. jowel, jowel. Kunnen we gewoon opnemen, een filmpje? Dat kunnen we dat een keer laten zien aan, uh, aan de viewers? Of de verliezer van het Gassan Diamantje van de Week moet uh, Pilates gaan doen. Dat zetten we online. Is goed. Oké, okay. we hebben genoeg bijgepraat. We gaan uh, meteen door naar het uh, nieuws. Eerst even een, een uh, nieuws van Nationale Bodem. Heb jij Jos nog gesproken? Die eindigt op de tweede plek in de omloop van Vlaanderen. Nee, niet meer gesproken, nee. En okay, netjes door goed, naar het volgende nieuws. Ja, nee, nee, maar ik zag het overbij komen, natuurlijk. Dus uh, ik zag dat Thierry uh, van Verstappen.com derde was geworden. En Paul Position had. Tweede toch, dacht ik? Nee, derde werd. Oké, okay. Thierry Vermeulen. Ja. En Jos werd tweede. Dus uh, ja, de, voor, voor die gasten natuurlijk een mooi weekend. Heb je van Nick de Vries? Die heb ik heb gevraagd of we hem konden bellen. Maar oh, ik heb geen tijd, zeker. Uh, yo, helaas. Nee, kom mij even niet uit. <laughs> nee. Goed, uh, dan, door naar ja, nee, Verstappen.com doet het goed, zeg maar de hele familie. Ja. Daar wel. Heb jij Logan Sargent nog uh, gezien hangen in uh, Baku? Ja, man, what the fuck. Ja, maar die dingen, ja. Hoe, hoe ga <laughs> Ja, voor de luisteraars. Nee, maar dat zijn gewoon organizers <kijkt> die gewoon die dingen krijgen. En die gasten die hangen die dingen op. En die weten helemaal nog ineens wie er, wie er veranderd is of welk of stoeltje. Waarheen gegaan, of die kaddelpinten erbij gekomen is. Die gasten die krijgen een opdracht, dit doen ze. Ja. Nou, die, die vlag is natuurlijk al een paar maanden geleden gedrukt. En nu hebben ze natuurlijk andere rijden en dan hangen ze verkeerde op. Ja. Nou, Allemaal niet zo groot uh, nieuws. We gaan nu naar het echte nieuws. Alpine staat op punt een beslissing te nemen over hun motorleverancier voor 2026. En de beslissing wordt binnen enkele weken verwacht. Renault had al een motor ontwikkeld die zou voldoen aan de nieuwe eisen. Uh, waarbij de krachtverdeling tussen de brandingsmotor... en hybride componenten natuurlijk evenwichtiger zou zijn. Maar. Na een interne discussie is dat project stopgezet. En nu zijn ze dus aan het kijken. Um, het lijkt erop dat ze naar Mercedes neigen. Mm -hmm. eerst, ja. even, eerst wil ik even naar, naar, naar überhaupt. Hè. Renault die is die motor aan het ontwikkelen. Dat zit niet bij een budget cap, toch? Om even duidelijk. Of Jawel. Maar dan hebben ze toch ontzettend veel uh, geld uh, weggegooid, Alpine. Ja. Of wordt dat er niet bij. Nou ja, goed, kijk, uh, tuurlijk, ze hebben nu veel geld eruit gegooid, omdat ze al een stukje hebben ontwikkeld. Alleen eh, als je kijkt van de afgelopen jaren loopt die Renault Motor natuurlijk eigenlijk voor geen meter. Nee. Maar wat kost zoiets? Weet je dat? Pff, geen idee. Daar weet ik echt niet. Nee, ik de, 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 bedoel, de, 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 ja, dat weet ik gewoon niet. Um, en ik vind, ik vind het zonde, want stel zij nu een keuze gaan maken, hè, wat natuurlijk in de wandelgangen uh, uh, gezegd wordt dat ze naar Mercedes toe gaan, dan is het eigenlijk geen fabriek meer. Ik bedoel, het, is van, het was een Renault-fabrieksteam. Mm. Toen was het een Alpine. Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde merk, andere naam. Um, het is echt nog steeds een, 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 een Renault Alpine fabrieksteam. Mm. Alleen als ze naar zijn andere motor toe gaan, ja dan, dan ben je gewoon een, een, een private, private team. En daarom werd het natuurlijk ook al, uh, eh, het wordt natuurlijk ook in de wandelgang gezegd dat het hier en daar je het op kan kopen. En dat ze het weg willen doen. Eh, Rosberg heeft ze wel aangeboden gekregen. Ja, andere mensen die, hebben het al die aandelen. Aangeboden heeft gekregen. Ja. Ja. Dus, uh, de, dus, dus ja, weet je, die Flavio is gekomen. Die heb gewoon gezien dat er een, een, een grote band is. Maar en, kan je dat nu al zien over die nieuwe componenten uit 2026? Ja, daar kan je helemaal niks van zien. Maar ja, je, kan, je weet natuurlijk wel, als er zoveel gezeik is intern in zo'n motorfabriek en, en er gaan al mensen weg en die motor loopt nu al niet en ze weten dat ze al uh, in 2026 niet een hele goede motor kunnen gaan bouwen. Ja, de enige is dan, oké, okay, dan moet je een keuze maken. Oké, okay, wat kies je dan? Mm -hmm. Weet altijd dat hè, de, de, de era van nieuwe motoren, Mercedes, altijd in het begin heel erg goed is. Dus dan is het eigenlijk gewoon een logische keuze. Zij kijken natuurlijk ook naar McLaren uh, daarvoor, maar waarom dan geen, geen Red Bull Ford of, of, of Ferrari? Ja, eh. Uh... Geen idee, ik denk dat ze met iedereen gesproken hebben en ze gaan natuurlijk ook rondvragen van hè, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden, hoe staan jullie met de ontwikkeling van de motor, hoe gaat dat, hoe ziet dat eruit en noem het dan maar op. Nou, dan gaan ze natuurlijk een soort performance uh, kunnen ze opsturen of laten zien. Nou, dan zeggen we oké, okay, uh, in, in het verleden is Mercedes altijd goed geweest in de ontwikkeling van de nieuwe motoren, dus let's go, laten we dat doen. Maar kan, kan bijvoorbeeld een, um, ik zeg maar eens, een, een, hoe, hoe komt die motor bij bijvoorbeeld een McLaren terecht? Hoe komt die motor McLaren? Ja, dus zo'n Mercedes-motor. Hoe komt die bij McLaren terug? Krijgen ze die gewoon aan het begin van het jaar met een aantal uh, Mercedes uh, de, uh, monteurs? En nee, 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 kijk, je, je koopt eigenlijk gewoon een pakket. En McLaren heeft gewoon een pakket gekocht, maar die kennen gewoon... ze in house om dat pakket te bouwen, zeg maar. Die zit bij mezelf. Mercedes. Ja, dus precies. Zij hebben natuurlijk, uh, ik, ik weet niet of ze de ook de versnellingsbak hebben. Dat, dat weet ik even niet. Maar de motoren en de componenten en de elektronica, uh, dat is gewoon een pakket wat je koopt. Ja. En McLaren was, was natuurlijk vroeger heel erg goed in uh, versnellingsbakken bouwen. Alleen misschien hebben ze nu wel gekozen voor, voor deze motor. En misschien voor de toekomst dat ze ook die versnellingsbak nemen van Mercedes. Maar goed, dat moeten we misschien even uitzoeken. Dat weet ik nu niet. Ja, want, 1, 2, 3. want kan bijvoorbeeld nu een Mercedes denken van... Oh, nou die McLaren's die, die gaan uh, rapper dan wij. Ja. We schroeven even een paar dingetjes even terug in die motor. Nou, nah, dat denk ik niet. Want voor Mercedes is het ook weer goed dat als McLaren wint... en er zit een Mercedes motor ja, in, snap je? Ja. Dan gaan natuurlijk andere teams ook zien van... oh shit, stel als wij nu ook zo'n Mercedes motor zullen hebben... kunnen we daar ook mee winnen, snap ja. je? Dus eigenlijk is het ergens links of rechts... Wel positief wat er gebeurt. Uh, je krijgt gewoon een, een motor mee, je krijgt engineers mee. Uh, je krijgt uh, verschillende uh, elektronica, krijg je mee. De batterij krijg je natuurlijk mee. Dat is gewoon één pakket. Mm -hmm. En sommige teams kiezen dan voor of versnellingspakken, of nog meer spullen of aandrijfassen. dat kan je eigenlijk allemaal uh, een keuze voor maken. En uh, ja, ik denk dat het alleen maar, maar goed is. En kijk, heel eerlijk, als je terug gaat even naar Alpine. Ze moeten wat. Want die mode die er nu in ligt is gewoon helemaal ruk. Ja. Ik denk zeker dat ze daar tussen de vier en de zestiende per ronde verliezen. Vier en zestiende. Nou, dus als je die wint, dan sta je gewoon weer middenveld. Ja, waar ze, waar ze af en toe ook staan. Ja. Ja, een circuit zoals uh, een Budapest, een Zandvoort, waar je eigenlijk niet heel veel power nodig hebt. Ja, daar zijn ze eigenlijk best wel goed. De Mickey Mousebaan. Dat dus zijn hele goede karts, kunnen ze maken, Alpine. Ja, maar uh, als een circuit is nu als dit weekend een bakken, waar je natuurlijk heel veel lange rechte stukken hebt. Ja, kansloos. Ja. En, en um, als je dan gaat kijken, jij reed met een Renault motor toch? Ik reed met een Renault motor, ja. En dat was toen de tijd, was dat een goede motor? Die zat toen ook bij de Red Bull. erin. Lotus ook toch? Nee, Ro uh, Renault Lotus zat toen, toen bij Mercedes trouwens. Nee, uh, Lotus had ook Renault. Ja? Oh, ja. Uh, wij hadden Renault. Uh, Red Bull had uh, Renault. We werd natuurlijk wereldkampioen met die Renault motoren. En uh, Toros had volgens mij toen de tijd uh, de Ferrari, Ferrari motor, ja. ja. Het is wel een beetje raar apart zo'n team, die een beetje dan half samenwerkt met Red Bull, dat ze dan verschillende motoren hebben. Ja, Het is natuurlijk heel belangrijk. En uh, we zagen toen het begin van uh, die V6-motoren dat Williams toen ook Mercedes-motoren had, dat die eigenlijk als kanon ging. Omdat die motor gewoon zo goed was. Uh, over andere motoren, een nieuwe, uh, nou ja, Audi. Ze hebben nog steeds geen uh, beslissing genomen over de teamgenoot van Nico Hulkenberg. Twijfelen tussen het kiezen van een ervaren coureur zoals Valtteri Bottas of een jong talent zoals Theo Pouchard of Gabriel Borto Bortoleto. Ja, maar ik zag ook, of oh, oh, was het nou Wat zei Renger nou? Ja, die... Uh, die de, uh, uh, ja, die had die daar uh, ook een uh, groot Maar redelijk maakt. stellig, ik Renger. Ja, ja die, die weet wat. Ja, die weet wat, hè? Ja, die, ja. die is even bij uh, in Amerika goed, iemand dit, tegengekomen. Het is natuurlijk wel zo, zo'n zo uh, zo heel team is eigenlijk nu de, de top is een beetje, uh, uh, heeft een schop gekregen. Ja. Binotto is nu aangesteld, die moet natuurlijk ook wat mensen op de juiste plek gaan neerzetten. Uh, en vervolgens uh, moeten ze daar gewoon wel snel een keuze gaan maken. Ja, Binotto zegt erover, dit is een project dat gericht is op de langetermijndoelstelling. Dus de vraag is, wat het beste is voor ons vanaf nu... Tot het einddoel. Wat, wat heeft de Audi als einddoel? Wereldkampioen? Ja, ja, dat kunnen tuurlijk. we gewoon zeggen, natuurlijk. Um, en er ligt er ook aan van, hè, komt er een rijder met een budget? Komt er een rijder met geen budget? Is het een super groot talent die echt uh, wat kan laten zien? Uh, nou goed, ze hebben natuurlijk, Hulkenberg, hebben ze al heel veel ervaring in huis. Dus ja. die kan die auto beter maken. Uh, de juiste we weg uh, in Dus jij in was plan. Binotto, wie zet je ernaast? Een, een ervaren, Ik uh, zal... of een p-driver, of een nah, talent? Uh, als ik Binotto was, dan had ik een, een, een talent in een talent ingezet. En wie dan? Ja, toch misschien wel ergens. Uh, een jongen die, die uh, iets te maken heeft met Audi. Of een, een jongen die talentvol is en misschien een, een budget mee kan helpen. Maar een, jonge, een jong talentvol iemand die nu iets te maken heeft met Audi, waar ga je dan zoeken? Via Wek of zo. Via Wek? En die haal je naar de Formule 1? Zonder. Ja, moeilijk en lastig. Ik, ik kan er nu niet eentje opnoemen. Die, die echt iets van, van, nou, die audi gozer. Vroeg in de DTM had je nog eentje. Of in de Via Wek. Die, die echt gewoon bloedsnel was. Pourshare is... zegt: Ik ben de jongste ooit die een race heeft gewonnen. In de Formule 2, in de Formule 3. Dus ik hoef niks meer te bewijzen. Ik heb alleen een kans nodig. Ja, maar die, die krijgt hij niet. Nee? nee? Nee. Is goed, maar niet goed genoeg. En volgens mij Binotto doet er niks mee. Maar mijn onderbuikgevoel zegt dat hij gewoon lekker verbod als gaat. Ik kent het team. Heeft ervaring, hoeft te niet vertellen hoe en wat. Het is natuurlijk wel lekker als je twee, oh, jonge, twee gasten hebt die heel veel ervaring hebben, die zo'n team wel verder kan helpen. Want als je een talent hebt, die moet alles nog leren. Die ja, moet alles kijk, nog... Naar, kijk naar Doohan, Beerman, Colopinto. Het, het is nu ook wel, het is ook wel fijn om door te selecteren. Eentje, je moet het door selecteren. Koeman, maar Binotto zijnde, als je zo'n zo zo aanstelling krijgt bij Audi. Het is wel lekker om een beetje zekerheid te hebben de eerste twee jaar. Maar waarom kiezen ze dan wel voor een, een, een Doe? En, en, en waarom kiest uh, Haas voor een Bearman en, en, en Williams voor een Colapinto? Pinto? En is het bij Audi, die dan nu de kans krijgt met Hoekenberg, een ervaren gozer en een talent om daar naast te zetten? Waarom wordt daar dan zo moeilijk over gedaan? Nee, maar ik had ook een talent erin eens naast te zetten. Alleen mijn onderbuikgevoel, binotto kennende... Uh, zal hij voor een beetje zekerheid gaan en zal hij dan kiezen 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 gewoon van uh, oké okay, Bottas erin, die kent het team, die kent de mens, die weet hoe het team in elkaar zit. Is wel lekker als je een gast toch wel ...een, twee jaar erbij hebt nog. Ja. ja Bottas en zo slecht ja. doet hij het ook weer niet hè. Hij laat die show wel alle hoeken van de kamer zien in ieder geval. Ja. Ja, maar ik denk met Bottas Hulkenberg dan ah, het klinkt het een beetje het... stoffig, snap ja, je het wat is ik bedoel? Een beetje fris, Audi uh, nieuw team en dan komt je Bottas en Hulkenberg. Ja. ja. Ik denk alleen wel dat dat dan dus dat, dat matje moet afknippen van Audi. Van Audi wel, ja. 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 Dus uh, die Duitsers die, uh, die willen meestal korte kapseltjes. Goed, ja. we gaan uh, door naar de laatste jaren van uh, Baku en we gaan even vooruitblikken. Uh, Red Bull is eigenlijk altijd op een, een machtig geweest. We hebben alleen maar Red Bull-podium gezien of Mercedes. Ja. Twee keer Mercedes en het uh, is het. Vier keer Red Bull dan. Ja. Die hem hebben we gewonnen. Um, nou ja, en, en Leclerc is natuurlijk eigenlijk op een machtig altijd in de, in de kwalificatie, hè? Dit baantje ligt hem enorm. Ik weet niet, hij heeft hier speciaals mee. Maar niet in de race. In de race niet, maar de kwalificatie wel. Hij kan die een, een ronde eruit persen. Uh, dat hebben we hebben al een paar keer gezien: de Formule 2 hebben we al gezien. De Formule 1 hebben we dat gezien. En de laatste drie pop-sessions had hij. Dus dan denk je: van, wauw, waar haalt hij dat vandaan? Hoe kan hij dat over één rondje echt eruit persen? Nou. Ja, dat is erg ongekend. Hij heeft iets met dit circuit. Hij vindt het helemaal geweldig. Uh, helemaal fantastisch om hier door die straten heen te knallen. Alleen ja, de race komt er nog niet helemaal uit. Alleen eerlijk eerlijk, uh, dit jaar is het een beetje omgedraaid. Zijn kwalificaties zijn niet werelds, zoals de afgelopen jaren. Mm -hmm. Maar de races worden steeds beter. En ook het bandenmanagement wordt natuurlijk steeds beter. Nou, hij zit nu natuurlijk lekker in flow, omdat hij de afgelopen race uh, in met Ferrari in, Heb in Monza. Heb je die data gezien van zijn bandenmanagement in ah, geweldig. Uh, Monza? Geweldig. Ja. Dus je ziet wel dat zo'n jonge stappen maakt. En ik denk dat het ook te maken heeft met verandering van engineer. Want hij vroeger kreeg hij natuurlijk allemaal van een question van zijn engineer. En question dit, question ja. dat. Ja, dat is natuurlijk niet lekker voor een. Voordat jij vaak gebeld, man. Ja, ja, ik heb druk. Ja. <laughs> maar het is natuurlijk ook niet lekker. Je moet natuurlijk wel een, een engineer hebben die gewoon. bam, zo gaan we doen, die kant gaan we op. En andersom ook. Maar als mm -hmm. jij constant. question dit, question dat. Klalala, ja, dat is van rijden. Dat, dat geeft Dat kun je vertrouwen. toch gewoon aan aangeven dan? Ja, weet ik. Maar dan nog, als dat niet lekker loopt. Daarom hebben ze denk ik ook die, die, die change gedaan van, van engineer. En ja toen won ik gelijk de race in Monaco. toen was het een beetje up and down en eigenlijk voor de zomerstop was het moi, na de zomerstop gewoon wel echt Je heb gelijk derde en gewonnen. Dus ja, het, het helpt links en rechts echt wel. Maar hoe kan een circuit, dat had dat, ik het met Nicky even over, onze redacteur, hoe kan een circuit hier nou lekker liggen? Ja, de, 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 soms heb je dat. Soms heb je circuits van, ja, pff, ik ga nu naar een circuit toe, zoals Pares naar Zandvoort toe gaat. Dan ah, oh, kut, het wordt weer een moeilijk weekend. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar Perez hier is eigenlijk ook best wel goed. Het is een mm -hmm. circuit eh, waar je een... een, 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 een het uh, is redelijk really technisch. Het is een straatcircuit. Uh, de muren zijn natuurlijk super dichtbij. Uh, en je moet door de limiet kunnen rijden. En sommige mensen hebben Echt iets met straatcircuits. En sommige mensen hebben er iets minder mee. Maar als je naar Max kijkt en ze vraagt, van, wat vind je van straatcircuits? Zegt hij, ik vind het oké, okay, maar niet, dit is niet meer mijn ding. En 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 een en en Leclerc. Nou? Ja, het is gewoon uh, een auto die... Want je zegt net allemaal dingen die allemaal bij Max horen. Op de limiet kunnen rijden. Ja, maar ook... Maar, uh, Max heeft, heeft ook uh, heel veel baat bij, van heel veel snelle bochten. En hier zit eigenlijk bijna geen snelle bocht in. Nee. Paar, maar dat is, dat is vergeleken met, met de rest helemaal niks. Dus eigenlijk is het heel technisch rijden. Helemaal een auto hebben die, die goed instuurt, goed draait, uh, vroeg op je gras kan gaan, um, niet te laat remmen. Uh, he, die middensectie uh, is natuurlijk super, super interessant en, en heel technisch. En ja, de ene heeft daar iets meer mee. Ik, ik had hier ook fantastisch uh, <laughs> uh, hard gegaan. Omdat ik ook was een hele technische rijder. Ja? Ja, en... en nee, ja, dat het... is wel waar, ja. Maar in die hem ook? Ja. Met die rechtstukken? Ja, maar... Die, ja, nou, de rechtstukken, die, dat liep... Denk, niet, ik denk wel. in GP2 had je het hier goed gedaan. Ja, maar ook, ook gewoon, weet je... Ik ging ook wat hard op Singapore, Monaco. Als en dat is dit ook een beetje. Heb jij dan niet dat je de simulator aanzet en denkt van... Nee. Eh, nee? Nee. Joh. En dan? Ja, dan weet je een beetje hoe dat gaat. Dan ben ik twee moet van de dag kwijt. kwijt. Wat? Dan ben ik twee van de dag kwijt. Dan heb we nog twee... Ja, ja dan niet een hele Grand Prix te doen. Ik kan het even een rondje doen? Ja, dat. Had heb je nog moment. nooit op simulator Baku ja, gedaan? Ja, natuurlijk wel. Zeker wel, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja jij weet dat die track wel eraan komt. Ja. ja. ja jawel, heel Ehm... <laughs> 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 um, <laughs> Nou we gaan eerst even voordat we naar het trackwalk gaan, gaan we even, uh, Monza is natuurlijk ook een snel screen, veel rechte stukken. Kan je dan eigenlijk een beetje de setup hetzelfde laten of is dat iets te optimistisch gedacht? Mm, niet helemaal hetzelfde, want uh, Monza is echt dan meer lange, ja ik Bakko, heeft ook lange rechte stukken, maar hij heeft ook heel veel bochtwerk. Dus je moet een combinatie vinden van de juiste aerobalance tussen de bochten uh, en de rechte stukken. En uh, Monza rij je relatief weinig achtervleugel en voorvleugel, en hier rij je wel iets meer voorvleugel en achtervleugel. Want omdat je echt wel, vooral die middensecties natuurlijk heel veel bochten werkt. Ja. Je hebt heel veel doordraai's, links-rechts, uh, korte knikken dat die auto goed moet draaien. Dus het is ook belangrijk dat je goede mechanische grip hebt uh, en hard gaat op het rechte stuk. En dat is de combinatie wat ze moeten vinden in zo'n vrijdagvrije training. Um, van hoeveel vleugel ga je van start? Uh, vooral in de kwalificatie, maar ook uh, de race straks. Wat zou jij uh, doen als je? Het is een middenweg. Het is een middenweg. Dus ik zal niet uh, vol voor de lange rechte stukken gaan, want op een gegeven moment als je bandendegradatie krijgt, dan gaan natuurlijk je banden er sneller eraan. aan. Uh, dus het is het is kiezen meer. Ik zal meer kiezen voor de voor de voor de race auto ja. dan voor de kwalificatie. Omdat inhalen ook makkelijker is op die rechte stukken dan. Ja, maar ook ook omdat je bandendegradatie beter is. als je iets maar meer down, dan omdat je iets meer downforce rijdt, is het natuurlijk iets stabieler in de bochten. Ja, minder downforce rijdt ben je, je auto toe constant glijden en dan, eh, dan wordt de bandentemperatuur hoger. En vooral met die korte bochten, van je remt aan, je stuurt in, Vol schijpt gas, achter achterkant begint te glijden en je hebt dan hup, volgende keer heb je weer een, een links rechts of een rechts links of weer eentje rechts, links, rechts en dan mm -hmm. ja, je bent constant maar bezig. En ja, als je auto blijft glijden, ja, dan wordt die bandentemperatuur gaat die poef, 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 hoog, 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 hoog. Ja. ja. dan ben je dus op een gegeven moment ja, dus daarom is het balans vinden met de juiste aerodynamica en de juiste downforce level is, is super belangrijk. Nou, dan doen we even uh, een trackwalkje. Mag jij hem even pakken? Ja, nou ja, uh, wat ik al zei, het is een kort circuit. Bocht 1 uh, is eigenlijk laat mogelijk aanremmen. Voeg naar binnen en uh, je oh, ziet vooral uh, <laughs> dat, uh, dat die gasten natuurlijk echt vol langs de muur gaan. Nou ja, bocht 2, uh, eigenlijk een beetje hetzelfde. Belangrijk is dat je daar weer een goede exit hebt omdat je weer een DRS-zone hebt. Uh, bocht 3 is een beetje hetzelfde dan 2. Dan en dan die middelsectie is geweldig. Uh, je hebt uh, echt een uh, bocht 4 uh, goed binnen blijven. Die combinatie 5-6. Daar is Leclerc eigenlijk onwijs sterk altijd. 7 uh, heel kort bochtje. Hebben we hebben daar ook, op, ook een keer hard rechtdoor zien vliegen omdat hij daar de, de cursus aanraakt. volgens mij. En dan toch wel echt, vind ik, een van het meest technische gedeelte. Bocht 8, 9, 10, 11, 12. Dus gewoon echt links, rechts, links, rechts, links. Ja, dat blijft maar doordraaien. En als je daar precies op de limiet zit, kan je daar heel veel, uh, heel veel tijd binnen. En dan ja, vervolgens de, een beetje de snellere bochten, de 13 en de 14. Uh, we hebben dat gedeelte nog een keer besproken met Grosjean. Uh, Ericsson Hiddass. En, Hiddas. en uh, Ericsson Hiddass, ja, weet je nog. Dus dat was wel een ding. Die werd boos op jou. Ja, die was boos op mij. En oh, 15, okay. ook weer best wel een technisch bocht. Het loopt naar beneden, dus je moet niet te laten remmen, anders moet je de bocht. En 16 kan je hard doorheen. Maar ook daar is belangrijk om daar gewoon heel veel snelheid mee te nemen. en vroeg op je gas te gaan. Want eigenlijk van 16 tot aan bocht 1 is een uh, ja, gedeelte waar je vol, vol gas uh, doorheen rijdt. En dat is eigenlijk gewoon een rechte stuk. Um, het is belangrijk dat je daar ook goede uh, speed mee neemt. Ik ben altijd zo benieuwd hoe mensen, de, als ze dit in de auto luisteren of in de trein of zo, of hoe dat, hoe dat, hoe ze het een beetje bij kunnen houden. Nee, niet. Daar zei jij ook van laat het papiertje even zien. Dus ja. <laughs> van links naar rechts. Ja. Van links naar rechts. Super technisch. Ja. links rechts. rechts. Ja. Uh, ja, misschien moeten we daar even een alternatief voor verzinnen. Ja, dat we een beeld krijgen of zo. Ja. Even, uh, of een onboard uh, track. Je, je doet het leuk hoor, daar niet van. Ja, dank is een je beetje. Me. Het is een beetje veel, uh... veel informatie. Ja, um, ik wil het even hebben over het constructeurskampioenschap. Want dat is natuurlijk iets wat veel uh, nou, besproken wordt nu. Ja, uh, het is Max of Lando. Nou, daar zeggen we toch wel van. Of tenminste, jij zegt ervan: Max gaat gewoon wereldkampioen worden. Ja. No worries. Constructeurskampioenschap wint McLaren, zeg jij. Ja, um, maar misschien ook voor luisteraars die, die nou ja, er niet heel lang in mee zitten. Even de verdeling van een constructeurskampioenschap: er is een prijspot van. Ongeveer, nou het is het 1,1 miljard of zo. Die delen ze met 50%. Dus er is een, een totale prijspot van 2,6 miljard. Ja. Uh, die delen ze dan met Formula One Management. Dus alle teams wordt dat onderverdeeld. En als we 2024 even erbij pakken, dan kun je zien dat een... Uh, even kijken, Red Bull verdiende ongeveer 140 miljoen daarvan. Um, en even kijken, dat is ongeveer 14% van die prijspot. En alleen Haas krijgt dan 60 miljoen, 6% van de pot. En ook wel mooi, Ferrari die krijgt altijd 5% extra. Vooral ja, de... dat is de deal die ze ooit gemaakt hebben, dat is natuurlijk heel veel rond de Formule 1 kwamen. Ja, die historische betrokkenheid sinds ja. 1950. Ze dus krijgen ongeveer nou, 50 miljoen gratis. Dat is toch een 10 uh, uh, SP4 de Daytona's, SP3's die je moet verkopen. Goed, ik heb nu ook heel veel bedragen gezegd. Dus jij moet er even met je kennis wat inkomen. Hoe werkt dat nou? Ja, als je eerste wordt krijg je het meeste geld. Top. <laughs> en als je tweede wordt krijg je minder geld. En dat, dat, uh, dat was vroeger um, eigenlijk ook al zo. En toen kreeg je, natuurlijk, waren de bedragen nog wel, wel hoger. Mm -hmm. Maar omdat ze natuurlijk de budget cap hebben ingezet. Plus een, een performance cap hebben ingezet. Wordt het steeds interessant En zie je eigenlijk veel dichterbij komen. Dus ja. Dat betekent ja, als jij laatste wordt in de constructeurskampioenschap. Zoals Haas. Vorig jaar, die kreeg natuurlijk 60 miljoen. Ja. 50 miljoen, 57, 50, 60. 60. Miljoen. Ja. Dan moeten ze een gat dichten naar 150 miljoen. Dus of Jean moet dat uh, betalen. Of, of MoneyGram. Of MoneyGram. Of een andere mm -hmm. sponsor, ja. whatever. Maar ze dus moeten we het gat dichten. Want je wil natuurlijk wel die target halen dat je 150 miljoen hebt. En dat heb je ook echt wel nodig. Ja. Alleen het voordeel is, als je laatste wordt, krijg je natuurlijk wel veel meer tijd in de windtunnel en een CFD. Veel meer als jij eerst wordt in het Concerteurskampioenschap. En dat hebben ze natuurlijk heel slim en heel lang over nagedacht dat ze dat zo ingezet hebben. Red Bull kreeg. Uh... Moet ik even goed kijken hoor, want het blaadje. Even... Red Bull kreeg 840 uur en haast 1380 uur ja. in de windtunnel. Dus dat is, een, uh, nou ja, is dat is dat zo'n groot verschil dan ja? Ja, dat is een heel groot verschil. Maar laat ik het dan zo zeggen. De nummer 2: McLaren. Uh, of dat nou, was vorig jaar Mercedes, die kreeg 131 miljoen ja. prijsgeld, want ze werden de tweede in het constructeurskampioenschap. Maar ze kregen wel 60, meer, uh, 60 uur meer windtijd, ja. dus 900 uur. Is die 9 miljoen voor een Mercedes, die 60 uur is toch veel waardevoller? Uiteindelijk wel, en dat, daarom zie je ook dat, dat het gat natuurlijk steeds uh, dichter bij elkaar komt. Ja, maar loont het dan niet veel meer om tweede te worden in het constructeurskampioenschap? En dan meer tijd hebben in de windtunnel als je, je wil voorbereiden op volgend seizoen. Ja, ja en nee, ik bedoel, We weten dat volgend jaar natuurlijk het laatste seizoen is met dit reglement. Ja. Dus mm, uh, voor nu zal ik daar niet heel erg aan storen. Ik denk dat uh, dat, dat McLaren gewoon heel graag constructeur kampioen willen worden. Helemaal natuurlijk het zotje de afgelopen paar races. Gewoon voor de prestige natuurlijk. Ja. <tus> en natuurlijk voor McLaren ook mooi. Um, maar ja, het, het, je hebt natuurlijk wel een punt. Ik bedoel, die 9 miljoen, eh, dat is eigenlijk, ja, natuurlijk het is heel veel geld. Ja. Maar voor Mercedes, eh, 1, 2 sponsors eh, of één sponsor en ze hebben het weer bij elkaar gehaald. Daarom? En je hebt natuurlijk uiteindelijk heb je wel meer tijd met de, met de CFD en met de windtunnel. Dus het is... Maar wat kun je doen in een 60 uur in een windtunnel? Ja, Een nieuwe voorvleugel ontwikkelen, een nieuwe achtervleugel ontwikkelen. Ik bedoel, 60 uur is best veel, hè. Ja, dat, ja. Je echt wel heel veel dingen proberen. Die dus... kent je Madrid. <laughs> ja, ja, ook dat ja. <laughs> maar het is, het, is, het is onwijs interessant dat, dat ze deze reglement zo hebben neergezet. En dat het voor de lagere teams ook gewoon. Uh, veel meer windtunnel krijgen, veel meer tijd in het CFD krijgen en gewoon die stappen kunnen maken naar voren. Mm -hmm. en dat zie je nu ook, dat gewoon het veld echt dichter bij elkaar zit. Veel beter dan vroeger. Vroeger was het gat echt enorm. Ja, maar zeker bijvoorbeeld. Um, moet ik even goed kijken. Nou ja, er zit dus uh, de hele tijd uh, 60 uh, tussen. Maar er je toch bijna, denk ik, als een Williams van, nou weet je wat... We gaan de laatste paar races, en nu, nu vervolgt er inderdaad misschien niet, maar voor nieuwe reglementen. Ja, maar je moet we ook kijken. Ja, dit is even een beetje gechargeerd gezegd. Ja. Maar stel je voor, we pakken 2025. Mercedes denkt, nou, we gaan lekker uh, een beetje rond die vijfde plek schommelen. Laat die rest maar uitzoeken. We hebben zoveel prestige gehad in de afgelopen jaren. Wij gaan gewoon vijfde worden en dan pakken we gewoon uh, de 180 uur meer in die wind of in 2026. Ja, maar je moet ook kijken van uh, welke teams kunnen het permitteren. Welke ja. teams kunnen het niet permitteren. Van Williams is het natuurlijk wel lekker hoe hoger je eindigt, hoe meer geld je krijgt, hoe minder sponsoring je moet ophalen. Voor een haas misschien doet het minder pijn omdat ze natuurlijk al een gene hebben of andere mensen die het makkelijk kunnen voorschieten. Ja. Um, stel als Red Bull dit jaar derde zou worden in het constructeurskampioenschap, is geen man overboord. Ze hebben zoveel sponsoring dat ze gewoon er makkelijk mee kunnen halen. Dus het is een beetje kijken en voelen van wat is belangrijk en hoeveel geld moeten we hebben. Uh, omdat we dan geen ander geld over moeten halen. Ja. Dus dat is, dat, is, dat, dat is de overweging van wat gaan we doen, welke maar kant gaan we Maar zit dat dan weer niet bij de budgetcap? Nee, want als jij zo'n haast 60 zo, zo H60 miljoen haalt, ophaalt van een Formule 1, dan moeten ze nog steeds, uh, wat is het, 140 miljoen... Uh, nee, 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 sorry, dan moeten ze nog steeds 90 miljoen ophalen. Ja. Dus dat is veel geld, hè? Tot die budget moet komen. Ja. Oké, okay, maar als je 150 miljoen uh, pakt voor de eerste plek, ja, maar voor een eerste plek pak je dus 100, je? 140 miljoen. Ja. Dus heb je maar 10 miljoen nodig. Ja. Maar Red Bull heeft natuurlijk zoveel sponsoren. Ja, waar moest het geld laten? Ja, nou, nou, waar dan? Ja, marketing, andere dingen, dingen eromheen. Noem het allemaal maar op. Maar dat, dat is natuurlijk het ding. Ik, bedoel, ik ik denk dat Red Bull helemaal niet erg vindt als ze dikke derde worden. Want dan hebben ze volgend jaar meer tijd in de windtunnel. En in de Ja, safety. Ja. Ik, ik heb ze niet echt gehoord over, over die constructeurskampioenschap. Ik weet wel. Ik heb McLaren meer gehoord over constructeurskampioenschap dan over de rijderskampioenschap. Ja. Maar misschien ook omdat ze het rijderskampioenschap kampioenschap als prioriteit stellen. Maar nou, ga... hadden ze dat maar als prioriteit gesteld, dan hadden ze in ieder geval nu dichterbij gestaan. Maar gaat Red Bull uh, sponsoren verliezen als ze derde worden in het constructeurskampioenschap? Nee, want nee, uiteindelijk is het nog steeds uh, een van de beste teams. En ze hebben daar. Uh, 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 het ziet er goed uit. Oké, okay, dit jaar misschien een beetje een zooitje geweest. En sommige mensen. Hè, die kiezen dan van: oké, okay, ik ben weg. Um, en sommige mensen die, ja, die willen gewoon daar graag blijven. Mm -hmm. Dan uh, Audi krijgen die. De positie van Sauber dan? Die komen natuurlijk 2026 in. Nou ja, Audi zal natuurlijk denk ik wel echt... Een, een pak geld zelf eerst moeten gaan betalen. Ja, maar dat hebben ze. Dat hebben ze. En dat, gaan, dat willen ze ook doen, want ze willen de Formule 1 in. Uh, maar volgens mij als zij gewoon dan... eerste jaar een constructeurskampioen zijn breien... en zij worden achtste of zevende... krijgen ze gewoon dat bedrag van, van die plek. Van Sauber? Waarom? Natuurlijk niet, want als jij instapt... Ja, Heb je natuurlijk de jaar daarvoor niet gereden? Nee, dus, dus hoeveel, tijd jaar ze, ja, hoeveel tijd? Ja. ja, ik denk dat ze nu alle tijd krijgen tot 2026. Zij krijgen nu, omdat ze pas in 2026... Het is niet 26... dat zij gewoon, ja, het wordt zauber, wordt Audi. Dat ja. een sauber wordt weet ik veel, uh, negende in het uh, achtste. Dat ze zeggen, nou, vanaf die plek mogen jullie nu beginnen. Weet ik niet. Want dat lijkt me logisch, toch? En het lijkt mij ook logisch. Maar omdat ze natuurlijk nu onder sauber gaan. Ze zijn Audi, ze hebben natuurlijk ook wel andere projecten. Kunnen ze dan als Audi zijn, ook die andere projecten al in de windtunnel doen? Wat voor andere projecten bedoel je? We uh, hebben, zijn natuurlijk bezig geweest om terug de bek in te gaan. Oh, zo, uh, uh, okay. ze hebben uh, uh, genoeg andere uh, dingen rondlopen, dus ik denk dat ze daar iets meer in moeten duiken. Want ik weet dat niet precies hoe dat zit, met, nee, we Moeten uh, we die dus vragen met die tijden. Kijkers, het en met die uh, windtunnel-tijden en hoe dat zit nu, omdat ze past eigenlijk als Audi zijn de 2026 in het kampioenschap komen. Ja, maar ja, als jij dan een, een ongelimiteerd uh, winterno uh, tijd hebt gehad, uh, ja, dat ja, hebben ze ergens wel een links voordeel. Ja, wordt toch een kanon van de auto wat jij altijd zegt. Ja, hopend. Een laatste ding wat ik nog even wil uh, bespreken voordat we naar de voorspellingen gaan. Uh, ik zag wel in een, een interessant interview met uh, Lennon Norris. Oh, ja. Zien dat hij uh, eigenlijk nog ontzettend veel stress ervaart. Hij zei van, nou, ik eet nauwelijks iets op zondag. Ik heb moeite om iets te drinken op zondag. Gewoon van de zenuwen en de druk. Ik drink ook nooit tijdens een wedstrijd. Ik loop vaak zonder bidon. Ik denk dat ik in de Formule 1 twee keer uit mijn bidon heb gedronken. Beide keren was ik ook gewoon heel erg ziek. Zoals in Barcelona een paar jaar geleden. En een andere keer. Um, maar dat hij zei, ja, ik voel gewoon nog steeds echt extreme zenuwen... voordat ik in de auto stap. Had jij dat? Nee. nee ik, ja, maar ik was al achteraan. Dus ja. <laughs> Dus dat, dat is dan misschien anders. En uh, er gewoon een beetje wodka aan die bidon. en. Uh, ja, we gaan met die banaan. Nou, ja, ik weet het niet. Ik, ja, van dat mij kan wel je begrijpen. Na, na zoveel jaar niet meer. Nee? Ik bedoel dan, weet je wel, een beetje wat, wat, je, wat je ervoor moet doen en wat de startpositie is. En hoe had je, je moet je starten. Maar op het Series van Renault had je het dan, want daar stond je bovenaan. Nee, ook niet zo. Ik was altijd wel chill relaxed. Ik, bedoel, ik stapte in en je moet je ding doen en je moet gewoon gefocust zijn. En de ene die, die is wat zenuwachtiger dan de andere. En uh, alleen, ja, het lijkt mij wel dat je, hoe, hoe meer je dit doet, hoe meer ervaring je hebt, hoe minder zenuwachtig je wordt. Maar is dat dan misschien ook de reden dat we af en toe, hè, we hebben het dan vaak over dat killer-instinct van Norris, dat dat misschien de reden is dat dat niet helemaal. Ja, misschien het het in het begin dat hij de zenuwachtig is en dat hij daarom die kleine foutjes maakt. Alleen dan aan het einde van de race is hij toch natuurlijk super scherp en is hij toch echt onwijs snel. Ja, dus het, het is aan het begin van de race. Ja, dus er, er, ja. ergens, ergens zal het dan misschien wel daar liggen. ja. Had jij collega's die, uh, die dit hadden? Charles Pieck. Ja? Ja, want die, die stond helemaal... Oeh. Die stond helemaal te, tr te trillen op de grid. Ja? En dan had je mij ernaast. Hey, jongens, lekker racen. Maar Let in dat go. hele veld meer? Ja, nee, nee, het ding is was dat... Vooral via de <laughs> Ik moest ook al starten. Want op een gegeven moment hadden ze natuurlijk door dat ik startkoning was. En die gasten die voor mij zaten, hij, die, wa die waren natuurlijk echt die zonder op. Ja, rustig aan, niet gekken, gek. We hebben een lange race. met altijd Bidden? een dioot. Ja, weet ik veel. Da Costa, Cubica, uh, uh, Maldonado. Veel, Maldonado. En, um, en Hansen. Oh, ja. Iedereen wist, oh, daar komt die gozer, die gaat starten. Zo. Fuck, je hebt natuurlijk niks te verliezen, die gaat al in. Uh, op een gegeven moment hadden ze zoiets van, oké, okay, kom maar voorbij, doei. <laughs> vallen, je valt toch alweer terug als je Frits erin zet. <laughs> dus um, ja, maar dat, dat, dat is dus ook een beetje wat natuurlijk Lennon-Oors... is wel ook met niet met zenuwachtig, met stoppen, als ik eraan terugdenk. wel, man. Ja? Ja, ja? Ik vond zo relaxed in de pitbox als daar waren. Nee, maar die was echt in dingen zoals hij zo zenuwachtig wereldkampioen toen we wereldkampioen werden in Bahrein. Oh, oh ja? mijn god, ja ja die was hier echt stond hier, toen was hij te oud en de eerste drie ronden de realiteit want kijk wat de fuck ben je aan het doen gas erop jongen Hup, let's go toen moest hij tweede keer terug in de auto en toen was hij gelukkig een stuk beter en ging hij harder pakte jij de bordradio toen over ik heb wel de bordradio gepakt ja. ja ja en dan zeg je van Frits um, ja Frits uh, kom op gas geven Ik bedoel dit is nu of nooit je kan nu mm. wereldkampioen worden of niet en uh, to, toen zei hij ja maar jij moet het laatste gedeelte doen weer ik zeg luister je moet 20 ronden gas die lolli dit is aan jou of we kampioen worden of niet. Oké, okay, tuurlijk, geen drukker erbij Legio. Nee, maar ja, luister, je moet het gewoon doen. En tuurlijk, ik zal het einde hebben gedaan. En, uh, ik had het ook gedaan. Ik zal, uh, toen werd ook gelukkig op wereldkampioen. Omdat je natuurlijk en die ervaring hebt. En je weet hoe zo'n titel naar je, nee, binnen je moet niet. trekken. Uh, en die race hadden we niet, niet. Want het was Job. In het begin was het niet. En Job, en Job had ook al een fout gemaakt daarvoor. Dus al die, die gasten, oeh, zo'n trillen. Dat is waarschijnlijk nog nooit kampioen geworden. En dan moest ik met mijn ervaring, moest je titel naar binnen slepen. Gelukt. Nou, het blijft een teamprestatie. Zeker, en dat en hebben we met Team Nederland. Absoluut met z'n allen gedaan. En, uh, en nogmaals, het uh, was een fantastisch jaar. Maar ja, het is toch wel lekkerder als je iemand hebt ernaast die de ervaring. Nee, tuurlijk. Heeft. Ja, dat is hoe het niet. moet, uh, weet je wel. Goed, we gaan voorspellen. Het Gassan Diamantje van de week. Wie gaat er uitblinken in Baku en wordt het Gassan Diamantje van de week? Linda Noors. Oh ja? Ja. Jij? Dan ga ik voor, uh, ik ga gewoon voor Perez. Oh, <laughs> Op een dag moet hij toch uitkomen. Oh, God. Ja, ja, Horner heeft ook gezegd, weet je, hij, hij, dit ligt hem goed te komen. Nu squeeze team goed liggen. Hij heeft zijn zelfvertrouwen weer terug. Van wat dan? Hm? Dat hij uh, vorige jaar achter Max gefinish is? Nee, ze zeiden dat hij er weer lekker in zit. Nou, dat okay. hij een andere Checo is geworden. Ah, een Checo. Um, ah, leuk. Wat is je top drie? Dan zeg ik uh, Checo. Max, gewoon die Rebels gewoon meteen weer even die plooien glad strijken. En zet ik op drie zet ik een uh, zet ik Russell. Oké. Okay. Jij? Nee, ik ga dan voor Lando Norris, Max stappen. Lewis Hamilton. Oké, okay. dat is een leuk, uh, leuk podium. Dus Lando Nor Jij zegt Lando op één weer. Dus dan wordt het gat, even denken. Ja, dan loopt hij zeven punten in. Ja. Zie je acht? Dus dan komt hij op. Uh, hm, hm, hm. Nee, even kijken, is dat nu 60, 260. Nou, we hebben het eigenlijk helemaal niet over Leclerc, we hebben hem niet genoemd. In? In een, in, in een circuit wat hem heel goed ligt. Ja, nou je mag nog... Uh... Max staat nu op 3, 3 303. En uh, Noor is op 241. Weet je, het is zo moeilijk om te voorspellen nu. Is ja, maar het is elk... toch leuk? Ja, het, is, het is zeker leuk. En, uh, alleen, het is echt, als je eraan denkt... Ja, heel eerlijk. Ik weet God niet wie gaat winnen nee, dit weekend. Ik weet waar... het echt niet. Weet je waarom oh, niet? Omdat het eigenlijk super spannend is. Want elke keer ga je naar een circuit toe en denk je van... Oh, dat zou wel een circuit voor die kunnen zijn. Dat zou wel een circuit voor die kunnen zijn. En maar ja, als... een Ferrari kan winnen. McLaren kan winnen. Jij Mercedes kon... kan winnen. Ik kan als, als analist zeggen... Nou, ik denk dat Max zo'n goede race gaat rijden. En je had de... Maar nu zit iedereen zit elke weekend weer naast. Ja, nee, maar dit is echt... Uh, het is heel moeilijk. Omdat ja. dat je eigenlijk gewoon vier teams he, hebt die, die, die zo'n race kunnen winnen. Ja. Dat is eigenlijk... Cool, en dat komt natuurlijk ook door die budgetcap... plus die, uh, die uren die je dan extra mag gebruiken... dat veld dichter bij elkaar. Er was trouwens onder... en uh, we gaan zo afsluiten... maar er ging, uh, er ging onder onze vorige YouTube-video... van vorige... Dus nabeschouwing monster was dat volgens mij... ging er even een hele complottheorie uh, los. Over? Nou, over mensen die... Uh... Over de flexiewings van McLaren. Nee, dat nog ineens. Oh. Even kijken, hoe kan het dat Red Bull ineens zoveel terrein verliest? Heeft de Vommer iets mee te maken... Motor terugschroef omdat de kijkcijfers minder waren, omdat Max te veel won. Ik blijf het apart vinden. Er klopt iets niet. Nee. Ben ik met je eens, Cameron? Ja. Ja, maar goed, kijk, het is goed dat ze daarover hebben, maar er zit geen complottheorie in. Ik bedoel, je ziet gewoon dat die auto het moeilijk heeft en dat ze het niet helemaal onder controle hebben en dat het gewoon een auto is die heel moeilijk bestuurbaar is. Ja. Uh, mo moeilijker dan, dan, dan die andere. En ik hoop dat ze het snel mogen oplossen, want ze verdienen gewoon wel om daar te staan. Nou, heb jij die vergelijking gezien met die vier vleugels over de teams die ja. je net zei? Ja. Het was gewoon alsof je een boom, uh, boomstam naast uh, wat uh, vliegers zette. Een boomstam naast vliegers. Ja, ik vliegers. weet niet veel, maar leuk uitpakken. Ja. Zullen we maar stoppen aan het uh, eindraan draaien? Dit was uh, DRS Show. Als je Guido uh, wil zien komend weekend, dan moet je naar, wat is het, Edinburgh, Milaan of Viaplay? Nee, Budapest. Nee man, nee? thuis. <laughs> niet nee, in de studio. Nee, ik zei alleen vrijdagavond. Oh, gezellig. Relax, jongen. Zou je door? Het. Nee. Gewoon thuis. Ja, relaxed. Oké, okay, gezellig. Nou, dan uh, wens ik je vrijdag veel plezier. En Dan kunnen we misschien zondag een keer samen de Grand Prix kijken. Goed Geluk voor de content. Goed. Dit was DRS The Show. Heel veel plezier met de Grand Prix van Baku. Baku!